30 kippetjes op de bouwplaats, samen met geitjes. En dan denk je, leverheid, ja dat is fantastisch, leverheid, dat is gezonde voeding. Dus elke dag zijn daar verse eitjes, die worden daar gebakken, gekookt. En dat doet wat met de mensen. Mensen, blijkt uit onderzoek, maken 200 keer per dag een bewuste of een onbewuste keuze of ze iets nemen of niet nemen. Heb ik het alleen over voeding? Dus eigenlijk hebben we de samenleving ingericht op inactiviteit en consumentisme. Vanuit gewoon de kernverantwoordelijkheid die je als bedrijf hebt, kom je er vandaag de dag niet meer mee weg om niet ook echt te investeren in de gezondheid van je medewerkers en hen daar ook op aan te spreken. Dat u eigenlijk dit hele vraagstuk van vitaliteit en gezondheid tot in de genen van de onderneming probeert te laten verankeren. Omdat u recht doet aan datgene wat u zei over de stelling die ik zelf mocht indienen hier, namelijk dat u echt gemotiveerd bent om al te investeren in de jeugd, omdat de jeugd van nu uw werknemers van de nabije toekomst zullen zijn. Laat ik het daar even bij houden.